Dag dames en heren, welkom bij deze nieuwe 30-daagse weervideo van Weerplaza. We gaan kijken naar het einde van de meteorologische zomer en de start van de meteorologische herfst. Dat seizoen begint op 1 september, dat is volgend weekend. En het weer, ja, dat wordt niet bepaald herfstachtig de komende tijd zoals het er nu naar uitziet. Want dit soort plaatjes kunnen we wellicht eind volgende week weer gaan maken. Zomerse omstandigheden, warme lucht komt onze kant op. Niet alleen bij ons, maar in een groot deel van Europa. En ja, in deze video, in deze verwachting gaan we kijken hoe lang die zomerse warmte nog kan aanhouden. We hebben de laatste jaren wel vaker gezien dat september nog behoorlijk kan pieken qua temperatuur en zonneschijn. En die kant lijkt het toch voorzichtig wel weer een beetje op te gaan dit jaar. Nou, in eerste instantie hebben we nog te maken met een depressie ten noorden van ons. Af en toe passeert er een gebied met bewolking en een paar buien de komende dagen. Maar geleidelijk aan zien we hier een hoog drukgebied steeds krachtiger worden boven het zuiden van Scandinavië. Daardoor draait de stroming naar het zuiden tot zuidoosten. En op die manier komt die warme lucht langzaam onze kant op in de loop van volgende week. Storingen worden daardoor voorlopig in ieder geval op grote afstand van ons gehouden. Boven het zuidoosten van Europa, richting Zweden af en toe een paar onweersbuien. En vooral ten zuidwesten van ons land in de loop van volgende week. Daar neemt de kans op onweer toe. Maar bij ons lijkt het voorlopig dan zonnig en droog te blijven. Op deze hoogtekaart zien we die krachtige blokkade, zoals we dat ook wel noemen, volgende week ontstaan. De straalstroom ligt helemaal richting het Middellandse Zeegebied en richting het noorden van Scandinavië. En daartussenin een enorm hoge drukgebied met eigenlijk heel weinig stroming op grotere hoogte. Een lager drukgebied zien we intussen ontstaan in de loop van volgende week boven de oceaan. Wel ver weg, ten zuiden van Groenland. En dat lage drukgebied komt dan richting volgend weekend heel langzaam onze kant op, waardoor die zuidelijke stroming nog wat verder in kracht kan toenemen en dus nog wat warmere lucht kan aanvoeren. Kijken we naar de luchtdrukverdeling volgende week. Ja, dat hoge drukgebied dat ligt dus daar vanaf woensdag ongeveer en blijft daar tot en met volgend weekend liggen. Grote afwijking wat betreft de luchtdruk omhoog in die regio. Ten westen van ons dus geleidelijk wat meer blauwe kleuren. En dat betekent dat zich daar een lager drukgebied gaat vormen. Dat uiteindelijk ook bij ons wel een toenemende kans op een enkele regen- of onweersbui kan gaan geven. Maar hoe dat precies zit, richting eind volgende week, richting de maandwisseling dus, moeten we afwachten. Onder deze omstandigheden, met deze situatie, hebben we in ieder geval een vrij lange periode met zonnig en warm zomerweer voor de boeg. Met dus steeds verder oplopende temperaturen naar zomerse en misschien wel tropische waarden. Nou, dat zien we ook mooi terug op in deze grafiek. Dit is voor Midden-Nederland trouwens. De kans op zomerse temperaturen, zomerse dagen komende weken. En dat zien we dan vooral vanaf dinsdag en woensdag de kans op zomerse dagen behoorlijk groot is. Zelfs bijna 100% in het midden van Nederland. En dat geldt ook zeker voor het oosten en zuiden van het land. De kans op tropische warmte is ook wel aanwezig in de loop van komende week, maar is in Midden-Nederland nog redelijk beperkt. Ik denk wel dat we zeker in het zuiden en zuidoosten toch wel 1 of 2 tropische dagen tegemoet kunnen zien. En dat zullen met name, zoals we hier ook al terugzien, de donderdag en de vrijdag worden met temperaturen van misschien wel tussen de 30 en 32 graden. Hoe lang die warmte daarna dan nog aanhoudt is een beetje onzeker. Dat ligt er een beetje aan hoe snel dat lage drukgebied met buien onze kant op komt. Maar met name de kans op temperaturen van 25 graden of iets meer houdt ook daarna onverminderd aan. Nou, qua temperaturen dus niet alleen bij ons volgende week warmte, maar in een groot deel van Europa is dat het geval. Die warme lucht komt vanuit het zuiden en breidt zich eigenlijk helemaal uit tot zelfs in Lapland aan toe. Daar is zelfs in de loop van volgende week kans op zomerse warmte van ongeveer 25 graden. Het is wel droog daarbij, in ieder geval ook in onze regio. Veel oranje kleuren, dat betekent minder neerslag dan gemiddeld komende week. En dat betekent dat het ja, toch wel overwegend droog zal zijn tot en met het weekend. Want daarna zien we op de rand van de kaart de groene kleuren naderen. Die behoren bij dat lage drukgebied met buien. En dat komt daarna geleidelijk onze kant op. Nou, voorlopig is het dus droog. Alleen morgen hebben we nog met een paar stevige buien te maken. Vooral in de avond, waarbij ook onweer kan voorkomen. Maar daarna dus een overwegend droge week. En pas richting volgend weekend, dan zien we weer wat signalen verschijnen voor een paar regen- en onweersbuien. Dat kunnen best wel stevige buien zijn. Maar details daarover, daarvoor is het natuurlijk nog veel te vroeg.
Kijken we dan naar de eerste week van september, dan zien we dat er op zich niet eens zo heel veel verandert in het heersende patroon van komende week. Nog altijd veel hoge druk ten noorden van ons. De lage druk zit vooral ten zuiden en zuidwesten van ons. Al zien we dat dat lage drukgebied bij Ierland verdwenen is, dat is waarschijnlijk richting Spanje weggezakt. Daar neemt dus de kans op een paar zware regen- en onweersbuien begin september toe. Maar bij ons lijkt dat over het algemeen wel mee te vallen. Wij zitten een beetje in neutraal gebied. Dat betekent dat we tussen de hoge en de lage drukgebieden in zitten. Zo nu en dan kan er dus best wel eens een keer een regen- of onweersbui vallen. Maar over het algemeen blijft de wisselvalligheid toch redelijk beperkt, denk ik. Ook aan de temperatuurverdeling verandert niet zoveel, al worden de rode kleuren wel iets minder intens in onze omgeving. Dat betekent temperaturen van zo'n 2 of 3 graden boven normaal gemiddeld genomen. Nou, in begin september is de middagtemperatuur normaal gesproken een graad of 19 en 's nachts is het een graad of 11. Daar zitten we dus iets boven en een paar zomerse dagen zijn in dit scenario prima nog mogelijk. De tweede week van september, ja, dan lijkt er wel iets te veranderen. Dat hoge drukgebied ten noorden van ons lijkt te verdwijnen, lost een beetje op. Vanuit het westen komt een nieuwe depressie dichterbij en die depressie gaat zich zo'n beetje nestelen of boven het westen van Scandinavië, maar veel members laten hem ook boven de Noordzee terechtkomen. Ja, in dat geval neemt de kans op buien natuurlijk fors toe. Het wordt echt wisselvalliger dan vanaf de tweede week van september, met ook geleidelijk aan wat lagere temperaturen. Dat blauwe gebied boven het noordwesten van Europa breidt zich aan de westflank van dat lage drukgebied geleidelijk in onze omgeving uit. Bereikt ons gemiddeld genomen nog niet, maar ik denk wel dat de temperaturen in de tweede week van september een behoorlijk stukje omlaag gaan, met dus een toenemende kans op buien. Langs de oostflank van dat lage drukgebied, wat dus bij ons in de buurt komt liggen, daar hebben we nog steeds een zuidelijke stroming in Centraal- en Oost-Europa dus, met daar aanhoudende kans op warmte en zomerse temperaturen. Zo heel af en toe kan die lucht ons wellicht nog even bereiken met een warme dag, maar over het algemeen wordt het dus in de loop van september een behoorlijk stuk wisselvalliger en dus ook koeler. Nou, langs het grensvlak tussen die twee luchtsoorten kunnen zich ook zo nu en dan nog flinke onweerskansen ontwikkelen. En dat zal met name dus over het centrale deel van Europa gebeuren. De komende anderhalve week hebben we dus over het algemeen te maken met mooi zomerweer, veel ruimte voor de zon en behoorlijk hoge temperaturen. Daarna lijkt zich een omslag te voltooien naar wisselvalliger weerbeeld. Iets meer herfstachtige trekjes af en toe met een toenemende kans op buien en dus ook lagere temperaturen. Voor nu wens ik u een mooi weekend.